De 7e editie van de Museumnacht afgelopen zaterdag was druk bezocht. Het is na 3 jaren dat de gemeenschap weer verschillende musea kon bezoeken in 1 avond. Het publiek maakte bij tientallen gebruik van de gelegenheid bij de diverse musea. Het ingezette bussysteem kwam goed van pas voor mensen die zich wilden verplaatsen tussen de verschillende musea, alhoewel er sprake was van lange rijen. Patrick Brunings, voorzitter Stichting Surinaams Museum, geeft aan dat de Museumnacht een invulling is van de Internationale Museumdag, die vanaf 1977 wordt gevierd. Tijdens de Museumdag wereldwijd zijn musea gratis open voor het publiek. Suriname participeert sinds 2014 aan deze dag, weliswaar in de avond, omdat het wat koeler is. Brunings zei bij de opening dat de Museumnacht een stimulans moet zijn om vaker musea te bezoeken. We willen dus inderdaad dat de Surinamers, de Surinaamse gemeenschap, wat vaker naar het museum gaan. Er is zoveel te zien in dit mooie land. En we hopen dat dit een springplank zal zijn om wat meer de musea te bezoeken. Als je de musea bezoekt, is het een natuurlijk ook goed voor de musea zelf. We zitten vaak te struggelen met inkomsten, maar als we veel bezoekers krijgen, dan is dat mooi meegenomen. En het is een win-win situatie, want zo leren de Surinamers en de toeristen die hier zijn ook heel veel van dit mooie land. Aan de Museumnacht hebben 11 musea inclusief art galleries meegedaan. Clifton Braam, onderdirecteur van het Directoraat Cultuur van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, haalde aan dat deze avond de mogelijkheid biedt aan bezoekers om kennis te maken met de rijke cultuur van Suriname. Voor Suriname doen niet alleen maar musea mee van het jaar, maar er worden ook andere locaties betrokken, zoals ReadyTex, zoals Artblock, weet je wel, waar mensen dus terecht kunnen. Niet alleen maar geschiedeniszaken, om het even zo te zeggen, maar ook kunst en cultuur komt echt tot uiting. Aan deze 7e editie heeft slechts 1 museum buiten Paramaribo deelgenomen. Voor een bezoek aan Frederiksdorp was er een bus- en bootverbinding geregeld.